Renske Kreeuws. Nou, ik ben nu heerlijk bezig met het bedoelen van logo. Van de golfbaan. En daarvoor gebruik ik een speciaal hulpmiddel, de Metropon. Daar zet ik hier achter mijn buitenste ring vast. Dan doe ik het verstevigingsvlies, dan de trui, dan het folie. En dan kan ik heel makkelijk de ring erop klikken. En zit die altijd op de goede plek. Nou, dit is een stukje uit mijn borduurstudio. Verder zien jullie in mijn vlog van alles zien op het gebied van handwerken wat ik doe. Af en toe heb ik het over mijn ziek zijn, want ik ben chronisch ernstig ziek en zonder voeding afhankelijk. Maar dat is zeker niet de overhand in mijn weefsel. Nou, ik wil jullie heel veel plezier wensen met het kijken. En, ben je nog geen abonnee? Vind ik het fijn als je dat wordt. Want ik hoop dit jaar nog de 10.000 abonnees te bereiken. En reactie onder de verlichting en leuk. Een duimpje omhoog ook. Kom gerust eens kijken op mijn site renskecreatief.nl. Daar vind je mijn webwinkel op het gebied van handwerken en mijn borduurstudio. Ik vind het super leuk om bestellingen in te pakken. En van sommige bestellingen word ik gewoon heel vrolijk. En nou ja, vraag ik me ook af, wat gaat de bestelster ermee maken? Nou, deze bestelling bestaat uit allemaal hele gave stofjes. Met een leuke print. Ook met haakwerkjes erin. In verschillende kleuren. En ze heeft verschillende lengtes besteld. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaat maken. Nou, ik verstuur hem in een vrolijke doos. Dit is toevallig van de HEMA. Want ik hergebruik heel veel materialen. Omdat het gewoon beter is voor het milieu. Maar natuurlijk ook voor onze portemonnee. Want als ik geen doosjes hoef te kopen, scheelt dat weer. En kunnen dingen weer goedkoper aangeboden worden. Dus zo denk ik aan mezelf, aan jullie en aan het milieu. En vind ik het eigenlijk ook wel heel vrolijk om hierin te versturen. Vanmorgen ben ik lekker gaan shoppen met Thijs in Zevenaar. En hij had kleding nodig, dus dat hebben we lekker gedaan. En toen zijn we ook langs een paar zaken gegaan waar we hele mooie dingen hebben gehaald. Namelijk restanten aan meubelstoffen. Die weggaan omdat er nieuwe series komen. Nou, dit heb ik bij één zaak gehaald. En die spullen kan ik weer gaan gebruiken. Voor bijvoorbeeld mijn sleutelhangers en in tasjes en dat soort dingen. En deze moet ik helemaal uit elkaar gaan halen. Maar kijk, er zitten hele mooie dingen tussen. Zoals dit zijn hele mooie achterkantjes voor sleutelhangers. En dit ga ik lekker uit elkaar halen. Al het papier ertussenuit halen. En dan gaat het boven in mijn mandje. Met spulletjes die ik lekker kan gaan gebruiken.
vandaag een drukke filmdag gehad. Heerlijk aan het filmen geweest voor tutorials en zowel in het borduren als in het haken. En echt even een stukje inhaalslagje gemaakt. Nou, ik ben er nog lang niet, maar ja, stap voor stap. En vandaag was echt gewoon een hele goede dag. Nou, ik kan nu even niet verder aan mijn project met het garen van de draadzaak waarmee ik bezig ben. Dus heb ik het project weer opgepakt met onder andere deze boel. Alleen kwam ik erachter dat ik 2,5 toer terug en zijn lange toeren een foutje had gemaakt. Dus ik heb heel veel uitgehaald. Nou, kijken of ik in ieder geval dit vanavond weer op kan haken. Want dat zou toch wel prettig zijn. Hieronder. Ik hoop dat ik trouwens te verstaan ben, maar ja, ik ben helemaal blij. Ik ga wel lekker verder fietsen, maar ja, dit is wel weer heel bijzonder. Na 3,5 jaar weer lekker zelf op pad. Bij ontwerpen hoort het ook om fouten te maken. Nou, zo ook bij dit project. Ik was wel heel blij met het effect, maar ik vind hem te stug geworden. Dus hij moet een naaldje groter. En het idee wat ik in mijn hoofd had, lukt niet zoals ik wil. Dus ik ga het nu via een andere weg proberen. Het grootste deel van het idee hou ik wel in stand. Maar ik ga een grote naald pakken en het iets anders aanpakken. Dit waren 2 bollen van 100 gram. Nou ja, die ga ik maar weer opnieuw haken. Nou, voor mijn zusje heb ik allemaal cadeautjes gemaakt. 2 verschillende maten etuis. Vierkante etuis met een borduursel erop van haar bedrijfje. Of haar bedrijf durft te tekenen. En een stoffen mandje. En een serel sleutelhangers / tashangers.
Ik had nog een kaart liggen van toen ik ooit kaarten maakte. Dus daar heb ik een... Die doe ik er lekker bij. Met een duidelijke opmerking. Pas openen op haar verjaardag. En als ik hem vandaag met de post doe, dan is die in ieder geval op tijd voor haar verjaardag. Nou, ik vond het wel super gaaf om dit voor haar te maken. Vandaag kreeg ik ook een berichtje van een andere klant. Daar had ik in de opdracht een hele mooie etui voor gemaakt. Heb ik ook gefilmd. Nou, ze is helemaal blij met haar etui. Ja, dat doet me echt heel goed. Ik heb een aantal hele slechte dagen. Ben emotioneel heel erg. Mijn lijf wil even niet. En er is een hoop gebeurd. Maar ik hoop dat er nu weer wat meer rust komt. Dus dat ik ook weer wat lekkerder in mijn vel kom. Vandaar dat ik ook even wat minder gevlogd heb. Maar ik wil jullie dit toch graag laten zien. Ik vind hem heel leuk geworden, deze kaart. En die gaat richting mijn zusje. Wendy van de Draadzaak had afgelopen weekend een leuke actie met hele leuke garen sets. Waarbij je mijn patroon kreeg van mijn truitje Quinty. En ik vond die set zo gaaf dat ik, je ziet het. Ik kon het niet laten. Hoe mooi is deze set? Ik vind hem zo gaaf. Sorry voor het gekraak, maar het garen is echt heel zacht. Deze twee strengen zijn uit dezelfde serie. Af en toe gaat Wendy helemaal los en die gaat gewoon lekker verven zonder dingen bij te houden, zonder dingen op te schrijven. Gewoon helemaal op gevoel. Nou, dat zijn one of a kind strengen. Nou, en dat zijn deze. Nou, ze zijn zo gaaf met al die verschillende kleurtjes erin. Kijk eens. En er is een hele mooie streng bijgezocht. En die geeft hem ook wel weer rust. En wat ik heel mooi vind, is dat die kleur ook in de strengen, kijk, hier weer terugkomt. Hier ook. Dus ze passen ontzettend goed bij elkaar, zonder dat het zo uitgekiend is. Nou, daar zat bij de nieuwste garenkaart van Wendy. Met alle mooie garentjes die ze verkoopt. Die heb ik al wel eens gebruikt. Die heb ik in zijn huis. Die heb ik in huis. En dat is deze. En deze heb ik al heel vaak gebruikt. Helemaal leuk. En wat een werk, hè, stopt ze erin. Nou, helemaal blij. En erbij zat het bekende zakje thee. Nou, ik heb al wel eens extra thee bij de bij besteld. En het zijn heerlijke theetjes, biologisch. En daar kan ik echt enorm van genieten. En dat weet Wendy. En er was iemand zo lief. Ik ga haar naam niet noemen, omdat ik dat niet nodig vind. Want ze weet zelf van wie het afkomstig is. Maar die heeft contact gehad met Wendy en aan Wendy gevraagd of ze niet een cadeaubon kon maken die ze aan mij kon geven. Namens degene die dit heeft bedacht. Nou, dat heeft Wendy gedaan. En met een lief kaartje erbij waarop ook staat van wie het afkomstig is. En ook daar zat een theetje bij. Nou, zo ontzettend lief. Ja, er zat ook nog in dit pakket. Kijk eens. Hoe leuk is dit? Een tasje van Hobbybags of een buideltje. Het is maar hoe je het noemt. Ja, buideltje is het niet echt. Maar een tasje. En Inge die werkt het altijd zo mooi weg. Kijk eens. Geen lelijke naadjes aan de binnenkant. Volgens mij heet dit een Franse naad. Dan stik je hem eerst op de goede kant en dan doe je hem weer dubbel en dan doe je op de achterkant. En heel veel werk, maar wel
Een heel gaaf stofje. Hier had ik nog niks van, dus dat vind ik wel heel leuk. Kijk eens hoe leuk. Ook echt in mijn kleurtjes. En toevallig matcht die echt perfect bij de strenge garen. Kijk eens. Alsof het ervoor gemaakt is. Nou, nog een tweede zakje theetje erbij. Een lieve kaart van Wendy, die echt heel gaaf is met alle kleurtjes. En een kaartje van Inge van Hobbybags. Nou ja, hier word ik wel echt helemaal blij van. Ik ben echt blij verrast, ook van de cadeaubon. Kijk, dit wist ik natuurlijk dat dat eraan kwam. En ja, ik ben helemaal blij, helemaal verrast. Ik kon het echt wel even goed gebruiken. Ja, ik wilde er straks al filmen. Maar ik was met best een ingewikkeld haakpatroon bezig. Of tenminste, het is op zich niet een ingewikkeld patroon. Maar het is wel even af en toe opletten. En ik was een Belgische misdaadserie aan het kijken. En ondertussen ben ik gewoon in slaap gevallen. Dus ik heb bijna 2 uur heerlijk liggen slapen. Ja, dat zegt wel wat over hoe mijn lijf het nodig heeft. Nou ja, ik kon geen foto maken, maar toen ik wakker werd, toen lag Casper volledig languit op mijn benen. En Olaf lag volledig languit over mijn borstkast heen met zijn kont op mijn arm. Dus de katten hadden ontdekt dat vrouwtje sliep en die hebben het er even van genomen. Nou, ik ga kijken of ik nog een paar steekjes kan haken. En ik dacht dat ik mijn bolletje makkelijk op zou krijgen. Maar ja, ik denk dat dit nog wel gaat lukken vanavond. Maar ja, ik had verwacht dat ik het ruim op zou krijgen. Nou, ik lig nu heerlijk te haken. Deel 1 is af. We kunnen er lekker weinig van zien. Deel 2 ben ik nu mee bezig. Dan moet ik deel 3 nog maken. En dan kan ik aan het gekleurde garen gaan starten. Ik had er wel uitgerekend dat ik van het gekleurde garen te weinig had. Dus daar heb ik wat bij besteld. Nou, dat is niet erg. Want dat is zo verlopend garen dat het niet opvalt als het uit een ander kleurbad is. Dus die hoop ik binnenkort binnen te krijgen. Maar ja, ik heb nog 2 hele bollen hiervan. En nog dik een halve bol van het... Nee, een hele bol. Ja, een heleboel ongeveer. Van het blauw om te doen. Nou, ondertussen lig ik te luisteren naar Wim en Dennis. Die zijn weer heerlijk aan het kletsen. Nou, de poesjes liggen bij mijn benen te slapen. Dus dat is heel fijn. Vandaag mentaal weer een ietsjes betere dag gelukkig. Ik heb heerlijk vanochtend gefietst met mijn oudste zoon. Dat was echt heel fijn. Wel vrij veel wind. Maar daar had ik op mijn fiets weinig last van. Ik merk wel dat mijn benen niks meer gewend zijn. Dus ik heb enorme spierpijn in mijn voeten en in mijn kuiten. En op gekke plekken waar je het niet verwacht. Maar ja, dat is wennen, dat is trainen. Wat heb ik verder vandaag gedaan? Oh ja, mijn coach is geweest. Dus dat is heel fijn. Daar ben ik weer lekker mee bezig geweest. Dus dat is altijd heel prettig als ze langskomt. En op dit moment zijn we ondertussen dingetjes aan het uitzoeken. Van wat ik had overgenomen van de borduurstudio. Terwijl we bezig zijn. Dus dat is heel lekker. Gewoon al bezig zijn gecoacht worden. Daarvan heb ik vanmiddag alweer een aantal dingen in de shop geplaatst. En verder wat bestellingjes gedaan. En natuurlijk aandacht gegeven aan mijn jongste zoon. Die overdag gewoon de hele dag thuis was. Nu zijn ze trouwens allemaal thuis hoor. Maar ja, ik was wel van plan om nog een hele hoop te filmen deze week. Nou, dat is er nog niet van gekomen. Dus ik heb een aantal projecten die nu stil liggen, omdat ze eerst gefilmd moeten worden. Nou ja, dat is niet anders. Nou ja, ik ga nu lekker verder liggen luisteren naar Wim en Dennis. En nog even lekker verder haken. Al val ik hierin bijna in slaap, want dit is alleen maar stokjes en vaste haken. Maar ja, dat maakt niet uit. Het andere deel is veel spannender. En zelfs hierin kan ik fouten maken. Dus af en toe trek ik het weer uit. En dat is het voordeel van katoen. Dat gaat ook makkelijk.
Het is vrijdag 29 juli. En nou ja, ik heb wel weer een bewogen week gehad. Een week met zowel mooie ups, maar helaas ook wel een heel aantal downs. Maandag is natuurlijk mijn fiets gekomen, dus daar ben ik echt super blij mee. En het fietsen gaat ook goed. Ik ben dagelijks met een van mijn kinderen lekker gaan fietsen. Dus echt vakantie houden, of tenminste voor de jongens vakantie houden. Ik werk natuurlijk gewoon door. Maar wel echt dat soort momenten gepakt. Dus dat is gewoon heel erg leuk. En het is heel fijn om naar de fysio te kunnen en niet altijd de auto te hoeven pakken. Of nog een boodschapje nodig te hebben. En gewoon even lekker te kunnen fietsen over de dijk heen. En ja, dat geeft me nog steeds een vakantiegevoel. Ondanks dat we hier nu al 10 jaar wonen. Maar ja, daar word ik wel heel blij van. Helaas ook wel wat downs. Lichamelijk heb ik minder in mijn vel gezeten. Maar ook ja, psychisch heb ik deze week wel wat klappen gehad. Er zijn wat problemen geweest met mijn pomp. Dus ik moest een ander soort pomp krijgen. Omdat ik meer vocht binnen moet krijgen. Nou, daar liep alles wat er fout kon gaan bij de leverancier, liep er fout. Dus dat heeft me enorm veel stress gekost. En ja, dat is zonde van mijn energie. Daardoor ook wat minder gevlogd deze week. Maar nou ja, zoals je ziet, heb ik wel een heel vol bed. Nou, dinsdag was ik aan het borduren gegaan. Van een tasje, gewoon lekker proefborduren. Nou, en als je hem zo ziet, dan denk je, wauw, wat gaaf. Tenminste, ik denk, wauw, wat gaaf. Alleen, tussendoor was er even iets mis. Dus ik had even mijn ring eruit moeten halen en weer teruggestopt. Ja, en als je daar niet helemaal alert bent, dan ga je fouten maken. En ik had er niet op gelet, want ik had per ongeluk de stof van de achterkant niet onder de arm doorgedaan. Maar bij de stof gedaan. Dus het tasje, nou ja, zoals je ziet, is een mislukkeling geworden. Maar ik gooi hem niet weg, want ik heb hem wel. Ik kwam er pas achter toen ik hem af had. Want dit is nog wel heel gaaf om ergens voor te gebruiken. Dus dit gaat gewoon in mijn bakje met dingen die ik nog kan doen. En ik ga eens even rustig bedenken wat ik hiervan wil gaan maken. Maar ja, dit is gewoon dom geweest. En dat gebeurt op momenten dat je ja, niet helemaal alert bent. Wat minder in je vel zit, dan maak je dit soort fouten. Maar ja, het is wel een hele mooie proef geweest. Want moet je kijken hoe mooi die kleuren zijn. Ja, ik word hier echt helemaal blij van. Dus ondanks dat het een mislukt project is, is het ook een heel gaaf project. Hoe dubbel kan het zijn? Nou, ik heb een hele serie leuke borduuropdrachten gehad. En deze heb ik gewoon als proefje geborduurd. Met een haakwerkje erbij. Hier kan eventueel nog een naam of zo opgezet worden. Maar ja, dit zijn mooie etuis. Geen blokbodem, gewoon een platte bodem. Maar ja, ik vind die ook wel heel fijn werken. Met gewoon een leuk borduurwerkje erop. Wat lijkt op een haakpatroon. Ja, ik hou van dit soort dingen om mijn twee hobby's bij elkaar te laten komen. Nou, wil je hierover meer weten? Kijk dan op mijn YouTube kanaal. Want er staan veel meer filmpjes over. En die gaan er ook nog komen in de toekomst. Maar kijk ook eens op mijn site bij de borduurstudio. Ik zal de link ook hieronder in het bestandje zetten. Of in de omschrijving. Daar vind je alles over mijn borduurstudio en hoe het werkt. En ja, gelukkig weten de klanten me goed te vinden al. Dus dat vind ik wel heel leuk. En ik heb nu weer een hele leuke borduuropdracht liggen. En deze week er ook een aantal gehad. Dus ja, zo ben ik lekker bezig. En ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ja, en dit zijn wel de dingen waar ik blij van word. Behalve als het misgaat, zoals bij het tasje. Maar ja, dit vind ik heel leuk. Nou, dan ligt er iets heel kleurrijks. Wat jullie nog niet hebben gezien. En waar ik al weken mee bezig ben. Maar dat is mijn slaapproject, zeg maar. Mijn in-bedhaakproject. Ik heb er al een binnenkussentje voor gemaakt. Hoe ik dat gedaan heb, ga ik ook laten zien in een filmpje. Maar ik ben nu aangekomen bij het stuk waar ik de laatste filmpjes moet maken over hoe je hem dicht maakt. Ik denk dat ik aan één kant nog een rits erin ga zetten. Dus dan ga ik ook laten zien hoe je dat kan doen.
Het kussen zit er trouwens net niet ver genoeg in. Maar... En natuurlijk hoe je dit zo haakt. Want het is een hele gave techniek. Die er heel ingewikkeld uitziet. Maar het is heel leuk om te doen. Ja, hier wordt een mens echt blij van. Of in ieder geval, ik word hier heel blij van. En neem nu dit project mee naar bed toe 's avonds. Omdat dat ook even niet heel hard nadenken is. Nou, in mijn vorige vlog hadden jullie alle stukje gezien. Nou, ik heb hem helemaal uitgehaald, want hij werd niet zoals ik wilde. En ik heb het idee wat ik had, heb ik iets omgebouwd. En nu wordt het wel naar mijn zin. En dat betekent dat het eerste deel in stukjes gaat. Nou, dat deel ga ik niet laten zien. Want dan laat ik zien wat de eyecatcher wordt van dit project. Maar deze kan ik wel laten zien. Ja, dit wordt gewoon een simpele lap met stokjes er vaste. Wel lekker soepel. En tijdens het proefhaken, of in ieder geval het uitprobeerhaken wat ik deed bij het andere... Bij het eerste idee, zeg maar, kwam ik erachter dat ik te weinig garen zou hebben. Dus ik heb nog 2 bollen van deze erbij besteld. Nou, die verwacht ik morgen of volgende week binnen. Ja, geen probleem, want voorlopig is dit nog niet af. Dan heb ik dit project. Die ligt nu even op pauze, want ik ben aan het filmen hoe die in elkaar gezet wordt. Nou, wat ik wel kan laten zien, is dat ik bijvoorbeeld dit stukje al gefilmd heb. Ja, dit vind ik zo'n mooie manier van delen in elkaar zetten. Hier word ik helemaal blij van. En nu moet ik de zijkanten nog in elkaar zetten. En dan moet ik nog een heel deel weer gaan haken. Maar ja, die staat nu even op pauze. Want met de jongens in huis is het niet altijd handig om te filmen. Ja, ik hoop dat ik daar één deze dagen toch de tijd voor krijg. Zodat ik dit project ook weer verder kan gaan doen. Nou, dit is garen van de draadzaak. En... Ja, hier word ik echt heel blij van. Ik heb er 3 strengen van. Ik had er eerst 2 van, maar daarmee kwam ik niet uit. En Wendy had gelukkig nog meer liggen. Ja, als je dit zo ziet, zie je niet waar ik met strengen heb gewisseld. Dus ik vind dat ze echt heel mooi werkt. Ik gebruik altijd heel veel steekmarkeerders om dingen alvast in elkaar te zetten. Ja, hier word ik blij van. Jullie misschien wat minder, omdat het nog een mysterie is. Net als het blauwe project. Maar in de toekomst ga ik echt laten zien wat het gaat worden. Ja, ze wonen allebei. Die met de auto, of de Volkswagen busjes en die met de poesjes. Zijn tasjes van Hobbybags van Inger. Ja, hier word ik ook helemaal blij van. Heel netjes afgewerkt. En mooie tasjes, stevig. Netjes genaaid. Mooi labeltje eraan. Hele leuke steekmarkeerders. In ieder geval die 2 komen bij steekmarkeerders.nl vandaan. Deze weet ik niet zeker. Maar dit zijn de logo's van de draadzaak en van Inge van Hobbybags. Daar heb ik alleen nog op mijn bed liggen wat ik gekocht heb. Ja, dat is deze supermooie set. Ik zal hem er eens uithalen. Sorry voor het gekraak. Kijk eens hoe mooi dit is. Ja, hier word ik echt helemaal blij van. Kijk. Wat een hoop kleurschakeringen zitten erin. Nou, dit zijn one of a kind strengen. Oftewel, strengen die je... niet na te bestellen zijn. Die heeft Wendy gemaakt. Gewoon terwijl ze lekker aan het uitproberen was. Even lekker losgaan zonder dat ze alles moet noteren van receptjes hoe ze het gemaakt heeft. Ja, daar heeft ze sets voor verkocht. Vorig weekend had ze allemaal mooie sets gemaakt. En als je een set kocht, dan kreeg je gratis een patroon van mij erbij. Dus dat was een hele leuke samenwerking. Ja, en ik kon het niet laten ook om ook wat aan te schaffen. Ja, en deze 2 matchen zo goed bij elkaar. Kijk, hier komen die kleurtjes. Kijk eens. Nou, je ziet bijna niet wat uit welke streng komt. Dus ik vind dit echt heel mooi zo samen. Dit is eigenlijk dezelfde als die. Nou,
Ik heb in mijn hoofd al een leuk project. Het is heel lang garen. Het is dun, waar ik al veel meer mee heb gewerkt. Dat project is ook van ditzelfde garen. En dat is 400 meter op 100 gram. Dus ja, dat is wel heel veel. Maar hier word ik zo blij van. Nou, ik heb ook in dat pakket een heel mooi tasje van Hooibek zat erbij. Ja, die is gaaf, hè. En dat vind ik hier zo mooi, hoe Inge het helemaal afhecht. Kijk, je ziet nergens rafeltjes. Of, het is gewoon echt een hele mooie manier van afwerken. En zelfs hier zit een labeltje van Inge aan. Nou, dit zijn ideale mapjes voor bijvoorbeeld steekmarkeerders of dat soort dingen. Ja, hier word ik blij van. En misschien ga ik hem wel voor wat heel anders gebruiken. Want ik denk dat dit ook ideaal is om mijn pleisters die ik altijd, of mijn tape die ik altijd gebruik voor mijn zondes, om die hierin te bewaren, zodat ik ze mee kan nemen. Want ik heb altijd reserve tapejes bij me. En die zijn ongeveer die lengte. Dus misschien gaat hij wel mijn zondertas in. Ga ik eens even over nadenken. Dat is een idee wat ik nu opeens spontaan krijg. Nou, ik had ook, er zat een kaartje zitten bij Wendy altijd bij. Er zit altijd, lekker onhandig zo, een lekker theetje bij. Het is jammer dat jullie het niet kunnen ruiken, maar dit ruikt zo lekker. En dat vind ik echt heel bijzonder. Een van de lieve dames die mij volgt, die had contact met Wendy opgenomen. En gevraagd, Wendy, heb jij niet een cadeaubon die naar Renske toe kan? Nou ja, Wendy die had zoiets, ja, er moet toch een pakketje naar Renske toe. Dus een digitale cadeaubon hoeft niet. We kunnen zelfs een echte cadeaubon doen. Ja, en die zat erbij. Ik vind dit zo ontzettend lief. Ik ga de naam niet noemen, want ik weet niet of ze dat wil. Maar ik heb er in ieder geval al een berichtje gedaan. Ja, hier sta ik dan versteld van dat ik zoiets liefs gewoon krijg. Ja, die cadeaubon die gaat in de toekomst zeker lekker gebruikt worden. Want daar ga ik weer wat heel moois van kopen. Met een heel lief kaartje erbij. Ja, dit geeft me een heel warm en heel bijzonder gevoel. En er zit er nog een kleurenkaart van Wendy bij. Of een kleurenkaart, een draadjeskaart met de verschillende soorten garens. Nou, deze heb ik al wel eens gebruikt. Die heb ik wel eens gebruikt. Even omdraaien hoor. Dit is de katoen. De DKR, dat is een hele zachte. Nou, deze is even lang, maar gemekkeriseerd, zoals dat heet. En dat heeft echt een heel ander uiterlijk. En dat vind ik wel heel leuk. Dit is Tencel. Dat is ook een natuurlijk product. 100 gram, 265 meter. Dan heb je bamboe. Nou, dit is dezelfde dikte, maar het heeft allebei een heel ander ja, heel ander uiterlijk als je het haakt of breidt. Het garen gaat zijn eigen weg bij bamboe. En dat is ook wel heel erg leuk. En het voelt ook weer anders. Nou, dan heb je bamboe linnen. En dan zie je iets het groffere. Ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar iets het groffere van het linnen in. Linnen heeft altijd een wat grofferige structuur. Maar door de bamboe wordt het ook alweer heel zacht. En dan heb je de light fingering bamboe. Nou, daar heb ik in een eerdere bestelling al wat bolletjes van besteld. En de Pima katoen, ja, en die gebruik ik echt heel veel. Dat is denk ik wel mijn favoriete garen. Ja, sowieso ben ik dol op de garens van Wendy. Ja, dat was het wel weer. Nou, ik krijg soms de vraag of ik dingen gesponsord krijg. Omdat ik er eigenlijk een soort van reclame van maak. Ik vertel dat ik er heel enthousiast over ben. Nou, ik krijg het niet gesponsord. Ik vertel erover omdat ik er gewoon echt dol op ben. Ik vind het gewoon leuke materialen van zowel Wendy als van Inge. Dat zien jullie ook wel aan het aantal projecten wat ik projecten wat ik erin gebruik, wat ik ermee maak.
Ja, ik kies er zelf voor. Ik vind het heel leuk om er wat over te vertellen. Dat is niet iets wat ze vragen. Maar dat doe ik omdat ik het zelf gewoon heel leuk vind. En ja, ik het leuk vind om aan jullie te vertellen van waar ik blij van word. Nou, dat was alweer het eind van mijn weekvlog. Ik hou het niet te lang vandaag. Al zie ik dat ik al wel weer 15 minuten aan het kletsen ben. Ik merk dat als ik een poosje aan het praten ben, dat het praten weer wat moeilijker wordt. Dat komt door mijn medicijnen. Dus ik ga lekker afsluiten. Ik hoop op een wat rustigere week deze week. Maar we gaan het zien. Ik heb straks nog wel een telefonische afspraak met mijn arts. Dus het wordt weer even spannend of het volgende week weer een opname wordt of niet. Maar dat gaan we even afwachten. Voor nu ga ik het afsluiten. Ik ga weer lekker handwerken deze week. Ik wens jullie een hele fijne dag, avond, weekend, nacht toe. Maar wanneer je dit weekvlog kijkt en ben je nog geen abonnee op mijn kanaal, vind ik het leuk als je het wordt. Ja, en zoals jullie weten, de reacties, daar word ik heel blij van. En de duimpjes ook. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.